ben nu wijkagent Westwijk Oost en mijn collega Chris van Gol is in Westwijk West, want op zich is het een heel grote wijk. Hier werk ik nu 3 jaar. Daarvoor heb ik 5 jaar in Amsterdam West gewerkt in een vogelaarswijk met hele andere problematiek. En daarvoor heb ik nog 6 jaar in het Arenagebied als buurtregisseur ook gewerkt. Dat is een andere benaming. En daarvoor nog 15 jaar in het blauw op de auto. Heel veel ervaring. Kunt u zeggen welke kenmerken misschien problematisch zijn in deze wijk? Ja, in de Westwijk is een forense wijk. Overdag zijn er weinig mensen thuis. Veel tweeverdieners, jonge gezinnen. Dus de grootste problematiek in de Westwijk zijn toch wel de woninginbraken. En als tweede grootste probleem zijn henneplantages van de grote woningen die onderverhuurd worden of via de makelaar verhuurd worden. En die dan prima geschikt zijn om henneplantages in te beginnen. Overdag zijn de mensen veel weg, een slaapwijk. U werkt overdag. Hoe zorgt u dat u toch bekend bent bij de mensen? Nou, ik werk niet alleen overdag hoor. Ik werk ook in het weekend en 's avonds. Alleen de nachtdiensten probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen. Dus door middel van een spreekuur houden in het winkelcentrum af en toe ben ik bereikbaar. Ik heb een Facebook-account aangemaakt waar ook veel mensen nu steeds meer vrienden, heet dat, lid van worden en mij daar op die manier benaderen. En ze kunnen me benaderen via de e-mail of gewoon via het 0900 8844. En komen ze dan bij u terecht, bij het 0900-nummer? Ja, als ze 0900 bellen en ze vragen naar mijn naam of ze doen het via www.politie.nl en kijken op hun wijknaam, zien ze mijn naam Simone Seger staan. En op zo'n manier komen ze bij mij in contact. Ik ben met burgerparticipatie begonnen in de Westwijk. Als item was het door onze eenheid aangedragen om uit te werken. Ik heb de Jan Teulingslaan uitgezocht als buurtje, subbuurtje, om dat op te starten. Dat zijn zo'n 100 woonadressen in een driehoekje. En ik heb een huis-aan-huis brief verstuurd om in contact te komen met mensen. Daar hebben een aantal mensen op gereageerd. En met hen samen zijn we werkplannen aan het maken om vooral de sociale cohesie te vergroten. Hè. De mensen die dan thuis zijn, te laten opletten in de wijk en dan met mij in contact te treden als ze verdachte dingen zien. En is dat letterlijk van als je naar je woning loopt, kijk ook even wat er bij de buren aan de hand is? Ja, inderdaad. Hè. Als je de woning open doet, kijk even om je heen, rijdt er een vreemde auto door de straat, noteer het kenteken even. En er zijn ook al een aantal inbraakpogingen geweest die dan door oplettende buren voorkomen zijn. Dus er is al resultaat zichtbaar? Absoluut, op dat gebied, maar ook over veiligheidsaspecten in fysieke vorm die wij hier met z'n allen aan het maken zijn. Extra lichtmasten plaatsen, bossages laten snoeien en dat soort werk.